Tussen sterren en de maan, waar de schapen naartoe gaan, staat een klein maar fijn planeetje. Met een huisje en een boekje en een beestje. We gaan daar Achmed toe. House. Kan niet slapen. Ga dan schaapjes tellen. Nee, het lukt niet. Echt niet. Ik moet de hele tijd aan Sint en Piet denken. Ja, ik ben zo benieuwd wat we in onze schoen krijgen. Hoe eerder je slaapt, hoe eerder het morgenochtend is. Ja, je hebt gelijk. Ik ga nu slapen. Hé, welterusten, Maus. Welterusten, Kit. Maus. Huh? Het is toch heel erg gek dat een kat en een muis hun schoen zetten? Ja, Piet snapt daar vast niks van. Piet snapt dat best. Iedereen zet toch zijn schoen. Wij ook. Welterusten, Kit. Trusten. Maus? Oh, wat Maus? Nu weer? Ik denk dat ik even ga kijken op mijn verlanglijstje. Of ik alles wel heb. Oh, hè? Kit. Hou nou toch op. Ik word gek van jou. Ja. Nou. Goed dan, ja. Ik denk dat ik toch niks vergeten ben, denk ik. Wat ben je vergeten? Oh. Niets. Goed. Niets. Ik was niks Goed. Vergeten. Niets. Gaan we dan nu slapen? Ja. Maus? Hey, zal ik je nog een mooi Sinterklaasverhaal voorlezen? Ik beloof je dat ik daarna echt zal gaan slapen. Ja? Goed dan, één verhaaltje. Ja joh. Het is een prachtig verhaal. Over de Sint natuurlijk. Luister. Kom maar binnen. Daar is Pippo. Jij wil natuurlijk een verhaaltje voor het slapen gaan. Welk boek wil je, Pippo? Die? Oh, dat is een hele mooie. Kijk, die gaat over mij. En over jou. En over alle andere Pieten. O, Pippo, weet je het nog? Wat was het toen koud, hè? Toen in november. De wind giert, huilt en slaat met zijn novembervlagen de kale takken van de bomen. Nog even en dan waren we bij het oude huis waar we elk jaar logeerden. Maar wat was dat? Wat zag Fernando? Wat zag jij, Pippo? Het oude huis. Wat was er gebeurd? Oh nee. Het oude huis werd verbouwd. We konden er niet in. Wel mochten we even schuilen in de bouwkeet van Achmed, de nachtwaker. Kom maar. Maar jij, Pippo en Fernando en het paard gingen op weg. Zoeken naar een logeerhuis voor ons allemaal. Want in die bouwkeet van Achmed konden we niet blijven, Pippo. Veel te klein voor alle pieten en pakjes. Sinterklaas, ik weet misschien... Dat is mijn mobiele telefoon. Dat zal Fernando zijn. Die hebben vast al een logeerhuis voor ons gevonden. Hallo, Fernando, waar zit jij? Het paleis van de koningin? Ja! Nee. Oeh, dat
gaat niet en waarom gaat het niet? De koningin is met vakantie. Ai, ai, ai. Er is niemand thuis. Ach. En deze mensen hier kwamen ook al voor niks. Oh, nee. Verder maar weer, Fernando. Verder maar weer? Ja. Verder, Pipo. Ja, verder. En jullie hadden al zo'n eind gelopen. Van de boot naar het oude huis. Van het oude huis naar het paleis van de koningin. En zou die weg nog verder gaan? Zou die lange weg ooit ophouden? En hoe lang moesten wij nog wachten? En het regende zo. Oh, het regende zo. Maar? Ah, daar zag Fernando kleine huizen van hout. Huizen op wielen, een woonwagenkamp. Zou dat misschien een goed logeerhuis zijn voor ons? Kom maar binnen, Pippo en Fernando. Hier zit je droog. Maar ja... Voor Fernando en voor jou, Pippo, en ook wel voor mij, was er plaats genoeg in die woonwagens. Maar voor alle pieten en pakjes? Nee, nee, dus kijk, en daar gingen jullie weer verder. Door de regen en de wind, op zoek naar een huis voor ons allemaal. Ah, daar was een hotel. Daar kun je logeren. Dat jullie daar nou niet eerder aan gedacht hadden. Maar toen jij en Fernando naar de hotelprijzen keken... Oh, wat schrok, Fernando. Maar dat kost een hoop geld. Sinterklaas? Ik zeg het eens, Ahmed. Ik weet misschien wel... Hé, wacht eens even. Hey, jij komt niet uit Nederland, hè? Nee, ik kom uit Turkije. Turkije! Turkije! Daar komt mijn overgrootvader ook vandaan, Turkije. Hey, dat is Fernando. Fernando heeft een logeeradres voor ons. Hier met Fernando. Fernando, een hotel? Ja! Nee? Dat hotel was veel te duur. Oh, dat was te duur. Zeg, Fernando, waar zit jij nu? Ik sta in een ziekenhuis. Een ziekenhuis? Een ziekenhuis. Waren daar kamers leeg, Pippo? Was daar plaats voor pieten en pakjes en paarden? Alle kamers waren vol en alle bedden waren bezet. Dus... En het regende maar. Oh, 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 het regende zo. En ik vergat even dat jullie al zo lang op zoek waren. Van paleis naar woonwagenkamp, hotel, ziekenhuis... Ik liet Ahmed zien waar mijn overgrootvader vandaan kwam. Moet je kijken. Ahmed hier. Kijk, dat is nou mijn overgrootvader. En hier kwam die vandaan. Ik heb ook foto's. Oh. Dat is mijn vrouw Edibe. Edibe. En de kinderen Habibe. Habibe. Esat. Esat. Fati. Fati. Sali. Sali. En Esra. Esra. Wat een prachtige namen, Ahmed. Daar horen prachtige cadeautjes mee. Maar eerst moet ik een huis hebben.
Maar Sinterklaas, daar kan ik voor zorgen. Ik weet... Wacht even, Ahmed, want daar hoor ik Fernando. Fernando, waar zit je? Kom hier met die telefoon. Ja, Fernando, die heeft vast een logeerhuis voor ons. Fernando, hè? Wat zeg je? Fernando, hè? Een brandweerkazerne? Stal voor uw paard. Ach, het is toch veel te veel lawaai. Te veel lawaai? Zo doe ik geen oog dicht, Fernando. Zoek alsjeblieft wat anders. Ja, Sinterklaas. Verder maar weer. Verder, Pipo. En daar ging die arme Fernando weer, Pippo. En jij ook. Lopen, zoeken, kijken. Jullie bij een huis voor oude mensen. Nou, was dat een goed logeerhuis voor ons? Ja. Ja, dat wel, maar alle kamers waren vol. Er kon geen kip meer bij. En oh, wat was jij moe. Je wilde best wel even gaan slapen in de kamer van oma Johanna. Koude, vermoeide voetjes. Zo. Nu eerst maar eventjes lekker slapen. En denk maar niet meer aan dat vele lopen en die koude wind buiten. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loost een schaap. Met mij, met Fernando. Heb je al wat, Fernando? Nee, weer niet. Ik weet het ook niet meer. Oh, nee. Kom nou maar terug. Wat zegt u? Terugkomen? Jullie zijn al zo lang onderweg. Al zo lang onderweg? We zien wel, we zien wel. Kom nou maar. Goed, Sinterklaas. Nog niks gevonden. En ik wist het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer, hoor. Ik wel. Ach, weet jij? Ja, Sinterklaas. Ik weet een huis. U kunt bij mij logeren en bij mijn buren. Alle mensen uit mijn straat hebben wel een plekje voor Pieter en de pakjes. Bij jou? Dat meen je niet. Dat is te gek. Ik meen het wel. Kom maar met me mee. Fantastisch! Eindelijk een logeeradres voor ons allemaal! Ja. Oh, wacht. Bel Fernando en Pippo op en zeg waar ze moeten zijn. Doen we. Schiet op! Ja, wij gaan met Ahmed mee. Wij gaan met Ahmed mee. Ja, we komen eraan. We komen eraan, Sinterklaas. Wij gaan met Ahmed mee. Wij gaan met Ahmed mee. We gaan met Ahmed mee. We gaan met Ahmed mee. Wij gaan met Ahmed
En daar gingen we, Pippo. Weet je nog wel? Allemaal met Ahmed mee. En overal was wel plaats voor pieten en pakjes. En dat ik bij jou mag logeren. Ik ben hartstikke blij om te zien. Kom er maar verder. Oh, ik ga met je mee. Ja. Gaan jullie mee? Zwarte Pieter! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Hele mooie meiden. Zo'n mooie meiden. En ik zie ook een hoop zwarte pieten. Ja, nou, zeg dat wel. Ja. Nog even zwaaien naar al die lieve kinderen. En toen? Toen was het feest, Pippo. Eindelijk logeerhuizen voor ons allemaal. Hoppa! Uit. Wat fijn dat de Sint en Pippo bij Ahmed mogen logeren. Ja, ze hadden ook best bij ons mogen logeren. Vind je niet? Ja. En we hadden ook best een feestje kunnen vieren met lekkere hapjes en muziek. Maus, is Piet al geweest? Tuurlijk niet. Piet komt pas als wij slapen, niet eerder. Zullen we dan maar weer proberen te slapen? Alsjeblieft, ik ben moe. Welterusten, Maus. Tot morgen. Welterusten, kind.